volgende gast die die haar stem wil laten horen, is Floor Wittink. Ik las dat jij bent een piano-playing saxofonist, storyteller, schrijver. Ja, klopt. Leg uit. Nou, ik ben saxofoniste, dat in eerste plaats. Klassieke muziek speel ik voornamelijk, ook wel muziektheater gedaan. En ik heb altijd piano gespeeld. En ik ben altijd gefascineerd geweest door de combinatie van verhalen met muziek. Toen ben ik een project gestart met verhalen van Toon Tellegen, dierenverhalen. En die heb ik gecombineerd met bestaande klassieke muziek. En nu speel ik piano in dat programma en saxofoon. Ja, in dat programma zeg je. Daarmee ging je door langs de theaters in Nederland? Ja, ik was eigenlijk net begonnen. Ik heb zoals heel veel ZZP'ers in de muziek een veelheid aan verschillende dingen wat ik doe. Ik heb ook een saxschool waar ik lesgeef. Ik geef workshops, ik schrijf over musiceren en over muziekeducatie. Maar ik speel ook. Dat is natuurlijk het hart van je vak. Ja. Hoeveel of hoe weinig je het ook doet. En dit was mijn nieuwe project. En ik had net een eerste aantal concerten gedaan. En een première had ik gedaan. Toontelligen aanwezig. Allemaal hartstikke leuk. Ja. En kort daarna was het afgelopen. Ja. Ja. En dat onderdeel ging niet meer door. Maar hoe zit het met de rest? Want je zegt, ik geef les, ik schrijf. Misschien kunnen sommige dingen nog wel doorgaan. Of hoe? Ja. Ik was sowieso al aan het kijken, want het is natuurlijk al langer karig in de sector. Mm-hmm. Dus mijn lessen, die ging ik online voortzetten. Net zoals eigenlijk volgens mij bijna al mijn collega's hebben gedaan. Ja, dat heb je meteen gedaan eigenlijk. Ja, eigenlijk meteen. Gewoon je leerlingen ja. online benaderd. Ja. En werkte dat voor jou en voor je leerlingen? Het werkt. En daar zijn we allemaal heel blij mee. We zijn ook erg blij dat we deze week de mensen weer kunnen gaan zien. Ja. Dat vooral, want dat is niet echt te vervangen. Maar nou, dat was nog wel een bron van inkomsten die doorliep dus. Ja, zeker. Ja. En andere dingen nog? Of de saxschool? Nee, dat zijn die lessen die je online hebt. Ja, dat zijn die lessen inderdaad. En ik heb van het programma wat ik had gedaan. Kijk, we hebben allemaal heel veel uitgewisseld over streaming. En wat vraag je daarvoor? En hoe organiseer je dat? Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om video's te maken van dit programma. Ja. Dat heb ik genoemd 7 verhalen voor het slapen gaan. En dan krijgen mensen elke dag een week lang een video in hun inbox. Ja, dat is natuurlijk heel fijn als ontvanger. Maar voor jou, geef je het niet nu weg? Nee, ik geef het niet gratis weg. Ik verkoop het. Oké. Ja, precies. Want hoe doe je dat dan? Ja. Ik doe het online. Dus online ook reclame maken, mensen mailinglijst benaderen. Ja, precies. En jij wilde heel graag hier zelf komen. Want jij wil echt iets zeggen tegen de politiek. Ja, ik vond het gewoon belangrijk om mijn stem te laten horen. Ja. Ik geef dan reacties op social media en toen kwam dit voorbij. Toen dacht ik, toen zei iemand, moet je hier niet eens zijn? En toen dacht ik, nou, dat moet ik dan misschien maar doen. Maar ik ben voornamelijk heel verbaasd over de cijfers. De sector is zo groot, er gaat relatief heel weinig subsidie naartoe. Hè, mm-hmm. Dat is 0,3%, begreep ik. En er komt 3,7% uit van het BNP. Dus dat is nogal wat. En we hebben allemaal weinig vet op de botten. Hè? Want de lonen zijn allemaal karig. Nou heeft de regering het over werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van het land. Voor bedrijven om zich te vestigen. En dan denk ik, dat is ook cultuur. Dat zijn heel veel banen. En wij zorgen voor aantrekkelijkheid van het land voor bedrijven om zich niet te vestigen. Je bedoelt, de cultuur kan dat ook leveren? Ja, die levert dat ook. Ja. En waarom gaat er dan naar het ene bedrijf zoveel geld en naar de andere sector zoveel geld? Ik vraag me af wat het idee daarachter is. En omdat 3 maanden, dat kunnen we nog wel redden. Hè, maar toen werd het de 6. En nu een aantal dingen zitten gewoon op slot voor een jaar waarschijnlijk. Hè, grote voorstellingen. Dus dat redden we niet. Dus laat je dan de boel omvallen. Volgens mij help je daar het land niet mee. Als er een heleboel mensen hun huis uit moeten. Zich gaan omscholen. En wat heb je dan nog over
daarna. Dus volgens mij is dat niet in het lands belang. Dus we kunnen het hebben over het belang van cultuur. Daar sta ik natuurlijk helemaal 100% achter, want ik werk erin. Maar het is in economisch belang, stemt het ook helemaal niet overeen met wat ik de minister van Economische Zaken hoor zeggen over, hè, vestiging van bedrijven en het aantal banen wat bewaard moet zijn en gezonde bedrijven. Ja, volgens mij zijn we heel dat gezond. Dat is misschien ook juist het grote probleem nu. Hè? Dat iedereen het belang die hier zit, het belang onderstreept, maar dat dat bij de politiek niet helemaal zo gezien wordt. Maar belangrijk dat jij dus zegt, zie het wel zo en zie ons ook, hè, als een economische waarde. Ja, ik vraag me af, wij doen hetzelfde als andere bedrijven. Wat het verschil is, vraag je af. Ja, waar komt het vandaan? Het lijkt een soort, of er is een financieel belang wat ik mis, hè, wat niet wordt gecommuniceerd naar ons. Ja. Of er zit een soort gekleurde bril achter, waardoor niet helder op de cijfers wordt ingegaan, wat gewoon in ons, in het belang van het gehele land is, lijkt mij. Het lijkt me iets om voor te leggen aan de minister. En ik heb begrepen dat ze waarschijnlijk vrijdag komt. Fijn dat je je stem hebt laten horen. Ja. En we gaan nog meer van je horen, want je gaat iets zingen, spelen van de muziek op Toon Tellegen. Hoe heet het stuk? Zijn verhalen hebben geen titels. Maar het gaat over niets weten. Dus niets dat weten. Vind ik wel een mooi bruggetje. Ja, precies. Loop via het bord. Dat je in ieder geval je handtekening gezet hebben. En dan gaan we naar je luisteren. Dank alvast voor je optreden en dank voor je komst. En we tellen er natuurlijk eentje bij. Die afhankelijk is van de culturele sector en die wij hier vertegenwoordigen, die luid roepen om actie en geld voor de cultuursector, om de cultuursector overeind te houden. Dat aantal staat nu op 289.240 deelnemers en we zijn pas net over de helft. Dus laten we hopen dat we in ieder geval het 500.000 gaan halen. Floor Wittink. Bestaat dat niets weten? Schreef de eekhoorn op een dag aan de mier. De mier dacht heel lang na. Maakte een kleine sprong in de lucht, krabde achter zijn oor en schreef terug: ja, alles bestaat. Even later kreeg hij een nieuwe brief van de eekhoorn. En ook niet meer weten dat het zomer is en dat de zon schijnt en dat de olifant in de verte uit de wilg valt. Bestaat dat? Ja, schreef de mier terug. En ook niet meer weten dat je het meest van alles van honing houdt. En van zoete beukennoten en van suiker. Bestaat dat? Ja, riep de mier. Ja, ja. Hij kneep zijn ogen stijf dicht. Hij bonkte met zijn vuisten tegen zijn hoofd. En schreef terug. Ja, dat bestaat ook. En ook niet meer weten dat je heel graag wil dat een speciaal iemand, niet zomaar iemand, toevallig eens langskomt. Bestaat dat? Schreef de eekhoorn onmiddellijk daarna. Maar toen de mier die brief wilde beantwoorden, knakte zijn pen, scheurde zijn papier en brak zijn tafel door midden. Zijn deur vloog open en een windvlaag sleurde hem mee door het bos naar de beuk, naar het huis van de eekhoorn. Oh, zei de eekhoorn verbaasd toen de mier naar binnen woei en op de grond neerplofte. Ik wist niet dat je zou komen. Nee, zei de mier, ik ook niet. Hij streek zijn jas recht en kuchte even. Ik denk dat het toevallig is.
Ik weet wel, zei de eekhoorn, wat er in mijn kast staat. Eén moment had hij het gevoel dat dat het enige was wat hij altijd zou weten. Ook al wist hij dat hij het heel vaak vergat. De mier ging alvast aan tafel zitten. Even later spraken zij over de dingen waarover zij altijd spraken. Gewone dingen. Ingewikkelde dingen. En niets in het bijzonder.